Oh my god, kijk nou. Waarom moet ik dan denken aan Harry Potter? Oh, wat schattig. Wat is dit? Het is dus een limited edition. Dit ziet er toch ook schattig uit. Ook met dat sneeuw hier zo op. Oh. Oh ja, dit vind ik echt een knaller. Ja. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb hier zoveel zin in. Vandaag ga ik de adventkalender laten zien van Rituals. Dus dit jaar begin ik de adventkalender unboxingen met de adventkalender van Rituals. Ik heb hier echt zoveel zin in. Ik vind dit echt het allerleukste om op te nemen. Dus heel erg blij dat ik dat vandaag ga doen. Vorig jaar heb ik ook de Rituals adventkalender gekocht. Die heb ik niet unboxed op mijn kanaal. Maar ik vond hem echt heel leuk. Echt super leuk. Ik heb hem gewoon in december elke dag opengemaakt. En ja, met die huisjes, het zag er gewoon super leuk uit. Maar dit jaar hebben ze dus precies hetzelfde concept eigenlijk weer met die huisjes. Maar dan in het goud. En ik heb hem hier. Jawel, kijk nou hoe prachtig alleen al deze verpakking er zo uitziet. Het is echt niet normaal. Dit jaar heeft Rituals dus ook weer twee adventkalenders. Ik heb vandaag de Rituals adventkalender en dan Deluxe. Dus met de huisjes. Die ga ik laten zien. Maar je hebt dus ook nog een versie met grachtenpannen. En dat is gewoon de Rituals adventkalender. Die kost €59,90. Maar degene die ik vandaag ga laten zien is dus de Deluxe versie. En die kost €89,90. Ik zou anders wel een linkje in de beschrijving zetten mocht je hem willen bestellen. Voor de duidelijkheid, ik heb deze adventkalender van Rituals zelf besteld. En als je nog niet bekend bent met het concept en je zou misschien wel denken, goh, wat ben je vroeg. Ja, dat klopt. Het is september. Maar voor mij persoonlijk is kerst nooit te vroeg. Maar ik ga dus deze adventkalender unboxen. En aan de hand van deze unboxing zou je zelf kunnen bepalen of jij het een leuke inhoud vindt hebben of niet. En dan kun je hem eventueel zelf nog bestellen voor in december om het open te maken. Ik dacht, als ik het nou wat eerder film, dan ben je misschien in december al vergeten wat er ook alweer in zit. En dan heb je het toch gezien. Heb je zin in deze video? Doe dan even dat duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, want ik ga nog meer adventkalenders unboxen. Dus dan blijf je daarvan op de hoogte. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Zoals ik al zei, het ziet er echt prachtig uit met die lint en dan de Ritual of Advent Countdown to Christmas. Ik kan niet wachten om hem open te maken, dus dat ga ik ook lekker snel doen. En op de achterkant staan alle producten, maar daar ga ik dus nog niet naar kijken. Het is eigenlijk dus precies hetzelfde als vorig jaar met die huisjes. Dus je krijgt een heel bouwpakket. Dit moet je dan in elkaar zetten. En dan ziet het er echt super leuk uit. Dus ik ga dat doen. Ik weet dat er lampjes in zitten om die huisjes te verlichten. Dus ik moet even batterijen ergens vandaan halen. Maar kijk nou hoe leuk dit eruit ziet. Dus ik ga het nu in elkaar zetten. Oh my god, kijk nou. 10 minuten tot een kwartier verder, maar dan heb je ook wat. Echt, ik heb het er helemaal warm van. Maar het is dus echt nog best wel een groot bouwpakket wat je in elkaar moet zetten. En je ziet natuurlijk nu niet de lampjes, maar als ik het donker maak, dan denk ik dat je het wel ziet. Je hebt namelijk een heel parcours die je moet volgen met de lampjes, zodat het in elk huisje terechtkomt. Dus het kost even wat tijd en werk, maar dan heb je ook wat. Het ziet er echt mega leuk uit. Het is misschien wel wat prijzig, maar ik vind hoe het er alleen al uitziet. Ja, dit staat gewoon super leuk, gewoon ook in je woonkamer of zo. Dus ik heb het ervoor over. Laten we kijken of de inhoud ook deze prijs waardig is. Voor het gemak ook even de achterkant eraf. En dan begin ik gewoon met vakje 1. En die zit hier. Het allereerste vakje is dit kleine huisje. En volgens mij is dit karton ook steviger en gladder dan vorig jaar. Ik heb zo'n gevoel dat dit de adventkaars is. Maar we gaan het zien. Ik weet niet op 1 december welke dag dat valt. En dit is inderdaad een adventkaars. Eigenlijk tel je elke zondag af naar kerst. En daarom steek je vaak een adventkaarsje aan. Dus vaak heb je dan elke zondag voor kerst dus waarschijnlijk vier adventkaarsen in deze Rituals adventkalender. Maar dit is de allereerste. Dit is Sweet Jasmine. Die geur ken ik trouwens niet van Rituals. Maar hij ruikt wel lekker. Het is wel heel sterk. Je moet ervan houden. Maar op zich wel lekker. Dit is het eerste vakje en dit is dus de geur. Het heeft een beetje een zilveren flacon. Ik ken hem zelf niet, maar het ziet er leuk uit en het ruikt wel lekker. Ik stop het snel weer terug in het huisje en dan gaan we door naar vakje 2. Ik ga deze adventkalender zelf ook nog in december gewoon weer opnieuw openmaken. In de hoop dat ik het een beetje vergeten ben. Dus we gaan hem gewoon weer terugstoppen. Even kijken. Vakje 2 is hier. Oh, het is een hele grote. Vakje 2 is een heel groot huisje. Er staat al op wat het is, maar ik wil dat eigenlijk nog niet lezen. Want dat, ja, vind ik gewoon minder leuk. Het moet een verrassing blijven.
Oh ja, dit vind ik heel leuk. Ik ben ook wel heel benieuwd of het dus anders gaat zijn dan vorig jaar. Maar dit zat er vorig jaar ook in, maar dan in een andere geur. In vakje 2 zit namelijk een interieurspray. En dit is echt mijn favoriete geur. Dus hier ben ik zo blij mee. Dit is de Cherry Blossom, die witte lijn. Zo lekker. Oh, even kijken. Moet ik dat ding even... Oh, heerlijk. Ik moet zeggen, ik weet niet of dat door mij komt, dat ik kritisch ben of zo. Maar er is dus al wel wat uit. Echt gewoon dit stukje. Dat komt denk ik niet door 1 keer of 2 keer sprayen. I don't know, maar het is echt geweldig. Ik vind dit echt heel erg leuk. En dit is ook een 50 ml, dus ik vind dit echt geweldig om in de adventskalender te doen. Het ligt ook allemaal lekker door elkaar. Dat vind ik, oeh, ik heb hem in 1 keer. Zelf wel leuk, want dan moet je echt zoeken. Vakje 3 is weer een groot huisje. En hierin zit... Oeh, wow, deze ken ik niet. Dit is een shower foam, toch? Ja. In de geur Serendipity. Serendipity. Ik heb geen idee. Ik ken hem niet. Het ziet er wel echt super vet uit. Dit is de geur en de verpakking. Ik weet niet of dit dan een nieuwe is of gewoon een limited edition. Maar ik kan hem ook niet zo heel goed ruiken. Volgens mij ruikt hij wel lekker. Deze dus. Altijd leuk. Ik vind de shower foams van Rituals echt het allerfijnste wat er maar is. Even kijken wat hierop staat. A mini Christmas miracle. Find joy in the beauty of unexpected bliss with our new limited edition. Het is dus een limited edition. Super leuk. Pakje 4 is weer een heel groot huisje. Ik ga hem openmaken en dan ga ik het lezen. Oeh. Een hand lotion. Ik vind dat heel chill. Deze geur ken ik volgens mij ook niet. Dit is de Ritual of Ayurveda. Geen idee. Beetje een roze verpakking. Ziet er wel echt super mooi uit. En het is ook echt een groot product. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik gebruik echt altijd handcremes. Want ik heb hele droge handen en droge vingers. Dus dan vind ik het wel fijn om dit te hebben. Even kijken wat hierop staat. Christmas Harmony. Rebalance with the sweet scent of Indian Rose and the soothing effects of Himalaya Honey. Dit is dus in de geur Indian Rose. Ken ik persoonlijk niet. Oh, volgens mij is dit gewoon die rode lijn. Volgens mij is dit die rode lijn van Rituals. Correct me if I'm wrong, maar hij ruikt er wel heel erg naar. Heel lekker vind ik die. Vakje 5 zit hier en dit is een klein huisje. En vakje 5 is een adventkaart alweer. The second Sunday. Light this candle on the second Sunday of December for a merry moment of pure tranquility with the warming scent of Imperial Rose. Dit is dus de geur Imperial Rose. Oh ja. Dit is niet helemaal mijn geur. Echt een roze geur, een beetje bloemig. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit wederom. Maar niet mijn geur. Door naar vakje 6 alweer. Vakje 6 is... een kerstboom. Dit ziet er toch ook schattig uit. Ook met dat sneeuw hier zo op. Deze zat er vorig jaar ook in. Die vind ik zelf niet zo heel lekker. Even kijken. A holly awesome Christmas. Let your inner sparkle shine through with a spritz of the Ritual of Holly Body Mist. Dit is dus een body mist in de geur Ritual of Holly. Ik vind hem zelf dus niet zo lekker. Dit is dus de body mist. Ik vind het wel heel leuk dat ze er een body mist in doen. Want ja, dat is gewoon echt mega leuk om te krijgen. Dus dat is vakje 6. Vakje 7 zit hier. En dit is ook een groot huisje. Yes, dit is... Oh, dit is mijn favoriet van de Rituals. Echt heel lekker vind ik dit. Dit is een shower gel. In de Ritual of Oud. Ik weet dus niet hoe je dat uitspreekt. Maar dat is dus die zwarte lijn. En die is dus volgens mij nieuw. En die is zo ontiegelijk lekker. Dus ik ben hier zo intens blij mee. Ik heb hem ook al in het groot. Oh, maar in het klein is ook gewoon altijd handig om te hebben. Echt super blij mee. Er staat Be Merry. Ik ben benieuwd. Oh, wat schattig. Wat is dit? Kijk nou. Ritual of Mare. Dit is een body mousse to oil. In de geur Sweet Orange and Cedarwood. Oeh, dat klinkt heel lekker. Hele leuke gouden verpakking. Ik ken dit niet. Dit is dus een moesolie voor hydratatie. Dus ik denk dat je dit gewoon lekker tijdens het douchen opdoet of zo. Het ziet er echt mega leuk uit. Dus dat is deze. Echt nooit gezien, nooit van gehoord. Het ziet er echt super leuk uit. Dan gaan we naar vakje 9. Oh, en die zit hier vooraan. Vakje 9. A Christmas Glow. Oeh.
Dit is een anti-aging serum. Volgens mij zat deze er vorig jaar ook in. Dit is 10 ml, dus niet heel groot. Maar ja, ik ben hier op zich wel blij mee. Ik heb altijd minis bij mijn vriend liggen, dus dat komt lekker van pas. Oh. Ja, ruikt prima. Dat is dus deze, vakje 9. Dan gaan we door naar vakje 10 en dat is een kerstboom. En daar staat A Christmas Dream Catcher. Oké. Okay. Oeh, weer een body mist. Volgens mij zat deze vorig jaar ook in. Zat er vorig jaar 2 body mist in? Ik weet het niet meer, maar ik heb deze wel. Of ik heb hem gewoon ooit cadeau gekregen. Geen idee meer. Dit is dus weer een body mist. Voor op je pillow. Oh. Deze hoeft niet alleen op je body, maar kan ook op je kussen. Waardoor je lekker kan slapen. Oeh. Oh, die ruikt heel sterk. Ik snap wel dat je dit op je kussen... spreekt. Het ruikt naar lavendel. Het staat ook op lavendel. Dus dit is echt een lavendel body mist. Dus wel lekker inderdaad voor op je kussen of zo. Dat je wat minder gestrest gaat slapen. Maar om het zo op je lichaam of zo op je body te sprayen. Zou ik niet per se doen. Maar wel heel leuk. Vakje 11. Waar zit vakje 11? Hier. Een smal huisje. A Christmas coupe. Dit is een shampoo. Top. Hier ben ik echt blij mee. 50 ml in de geur Ritual of Hammam. Ik ga deze denk ik stiekem aan mijn vader geven. Mijn vader is echt heel erg fan van de Hammam van Rituals. Hij vindt dat echt geweldig. Dus ik denk dat ik hem hier heel blij mee ga maken. Oh ja. Zo lekker. Ja, deze ga ik aan hem geven. Daar gaat hij echt heel blij mee zijn. Dus dat is deze. Heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd of er nog op veel producten dit jaar in zitten. Vorig jaar zat er een handschoen in om te scrubben. Persoonlijk zelf nooit gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd of we dat nog gaan tegenkomen. We gaan naar vakje 12 en die zit hier. En dit is sowieso weer een kaars. Dus dat gaan we even openmaken. Is het dan alweer de volgende zondag? Kijken. Ja, ze hebben allemaal dat zilveren, gouden... verpakkingje. Vorige waren ook heel veel zwarte. Vond ik ook heel mooi. Dit is in de geur Orris Mimosa. Mimosa. Waarom moet ik dan denken aan Harry Potter? Oeh, heel lekker. Ik kan het niet omschrijven, maar lekkere geur. Dus dat was alweer de derde zondag in vakje 12. 13. Adventurous Advent. Oh ja. Deze zat er volgens mij vorig jaar ook in. Dit is de Ritual of Samurai. En dat is een ice shower gel. En dat is dus super koud. Maar volgens mij zat er trouwens vorig jaar een hele warme erin. En dit is van de sportlijn. En ja, die warme had ik toen aan mijn vriend gegeven. Maar ik had dat helemaal niet goed gelezen. Dus ik dacht dat is gewoon een shower gel. Toen had hij dat opgedaan. Dat werd dus helemaal warm. Maar hij kan niet heel goed tegen warmte. Dus onder de douche, hij kreeg helemaal rode vlekken. Het was echt heel erg. Maar je hebt dus nu ook een ice shower gel. En dat wordt dus best wel koud. Het ruikt wel heel lekker. Heel, heel fris en sterk ruikt hij. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dit voelt. Dit is de 70 ml. Dus dat is deze. Door naar vakje 14. Oeh, hier. Vooraan. Oh, deze is heel licht. Winter gloves. Ja, dit is de handschoen. Ja, kon ook niet anders. Maar hij is wel rood. Vind ik wel leuk. Vorig jaar was hij wit. Maar dit is dus een scrub handschoen. Ja, ik gebruik het zelf niet. Maar mocht je het gebruiken, dan is het wel gewoon chill om te hebben natuurlijk. Ik gebruik gewoon altijd de scrub met mijn blote handen. Maar dat is dus deze. Hier staat winter gloves. Treat yourself with a Christmas red scrub glove for soft and silky smooth skin. Het is nog wel zoeken. Vind ik heel leuk. Hier, pakje 15. Be sweet to your skin. Oh ja, dit is echt zo'n lekkere lijn. Dit is de Ritual of Ying en dan de Foaming Shower Gel. Hier ben ik ook echt heel blij mee. Die ruikt gewoon zo, zo lekker. Dit is ook de 50 ml. Dus super handig. Vakje 16. Volgens mij moet ik er iets net doorheen. Want volgens mij ben ik al aardig lang aan het filmen. Hier is vakje 16. De Holiday Hospitality. In vakje 16 zit een soapbar. Oh, wat leuk. Ik wist niet dat ze dat hebben bij de Rituals nu. In the Ritual of Karma. Oeh. Lekker. Dit is de geur Holly Lotus and Organic White Tea. Give your guest a luxurious experience for the entire stay with our boutique soap bar. Nou, een zeepje.
gebruik ik zelf niet, maar ik vind het wel erg lekker ruiken. En dit kan ik denk ik wel aan iemand geven om hier blij van te worden. Trouwens, volgens mij kun je met deze zeepjes ook heel erg goed je kwasten wassen. Dus dat vind ik wel een goeie om hiermee te gaan doen. Vakje 17, Feel Jolly with Holly. Leuk. Het is ook een groot huisje. Oh, is dit? Oh ja, dit is de Foam Fiesta. Die heb ik al gehad. Maar die vind ik dus niet zo heel lekker. Het is wel heel leuk. Er komen echt allemaal kleurtjes uit het schuim, volgens mij. Maar ja, ik vind de geur gewoon niet zo lekker. Maar wel leuk dat er weer een shower foam in zit. Dan gaan we alweer naar vakje 18. En die zit hier achterin. En deze heet Christmas Magic. Oeh, lichtblauw. Die vind ik ook heel lekker. The Ritual of Karma. Dit is de body scrub. Dat is leuk, want ja, we hebben natuurlijk nog geen body scrub gehad. En je hebt natuurlijk al een handschoen gekregen om lekker jezelf mee te scrubben. Dus dan is een scrub ook wel handig om er dan nog bij te hebben. Scrubjes vind ik echt heel chill om te hebben. Ja, en de Karma lijn is sowieso echt super lekker. Ik vind bijna elke lijn wel lekker van Rituals, dus deze. Vakje 19, zou dat dan weer een adventkaars zijn? Ja, wow, ja. Ik dacht, het moet nu wel weer een keer komen. Even kijken. De Fourth Sunday, dus de vierde zondag. Dat is dan de laatste adventkaars, als het goed is. Weer in dezelfde verpakking. Ik denk dat ze dat gewoon allemaal hebben doorgetrokken. Gewoon dezelfde verpakking in deze hele adventkalender. Voor de kaarsen. Dit is de geur Jade Vine. Jade Vine. Geen idee. Dit is ook niet helemaal mijn geur. Ik kan het ook niet echt uitleggen. Ik vind dit een beetje een wc-geur. Even kijken waar vakje 20 zit. Oh, hier. Het is een kerstboom. Oh, hij gaat al los. Hier staat een Wondrous Christmas. Weer een body mist. Drie body misten alweer. Dit is de Amsterdam collectie. Die vind ik op zich wel lekker. Het is niet mijn favoriet. Maar ja, ik vind hem wel lekker. Misschien is het in een sprayvorm nog anders. Oh ja. Oh, ik vind hem toch wel heel lekker. Zo in een sprayvorm vind ik hem echt wel heel lekker. Dus zeker leuk om het in je tas bijvoorbeeld neer te leggen of ergens op je kamer. Vakje 21 is een groot huisje. Magic of the New Beginnings. Oeh, ook een lekkere grote verpakking. De 100 ml. De Cherry Blossom lijn. En dan is dit de Body Cream. Het is gewoon een body lotion. Hier ben ik echt blij mee. Ja, ik hou van deze lijn. En een body lotion is altijd fijn om te hebben. Dus ja, dat is deze. Mega, mega blij mee. En ook een grote verpakking voor een adventkalender. Ik ben echt heel erg benieuwd wat er in het laatste vakje zit. Maar daar zijn we nog niet. We gaan naar vakje 22. A Christmas Sparkle. Oeh, letterlijk een sparkle. Dit is de Ritual of Karma Body Oil met shimmer erin. Oh ja, ik weet dat ze dat dus nu hebben bij de Rituals in zo'n hele mooie flacon. Maar dit is dus de 30 ml. Dit is echt prachtig. Kijk, nou, ik weet niet of het te zien is dat het dus echt shined. Maar dit is zo leuk. Dit is ook echt mega leuk voor in de zomer natuurlijk. Als je een avondje gaat uit eten of zo. Maar met kerstavond of gewoon eerste kerstdag of tweede kerstdag en je gaat lekker uit eten, kun je jezelf helemaal laten shinen met deze olie. Heel leuk. En dit zat er vorig jaar niet in, dus dat vind ik ook wel echt een keer wat anders. Dan gaan we naar vakje 23 en dat is kerstavond. Vakje 23 is een heel groot huisje. Een Merry Meeting heet deze. Kerstavond mag ook wel een beetje bijzonder zijn, vind ik. Oh, ik ben benieuwd welke geur dit dan is. Dit zat er vorig jaar ook in. Dezelfde geur volgens mij, ja. Wel heel lekker hoor. Dit is de geur Ying, volgens mij. Ja, Ritual of Ying. Geurstokjes. Ik hou even dat folietje eraf, want dat vind ik er niet zo mooi uitzien. Maar we hebben dus geurstokjes in de geur Ritual of Ying. Echt een heerlijke geur. Dit is hem, maar dit is ook gewoon leuk om te krijgen, vind ik. Een keer wat anders dan weer een shower foam of een body lotion. Dan gewoon geurstokjes. Fragrance sticks. Dus heel lekker en vooral een lekkere geur ook. Dus leuk voor kerstavond. Ik ben heel erg benieuwd wat er in het allerlaatste vakje zit. Oh. Oké, lieve mensen. We zijn aangekomen bij het allerlaatste vakje of huisje. Ik zeg wel het vakje, maar het is natuurlijk een huisje. En dat is 24. En die zit hier zo vooraan. Het is niet de grootste, maar ja, grootte zegt natuurlijk helemaal niks.
ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. En ik hoop dat het een knaller van een einde heeft. A dash of elegance. Oh ja, dit vind ik echt een knaller. Ja. Een parfum. Er zit een parfum in. Super, super, super leuk. Deze geur ken ik volgens mij helemaal niet. Even kijken wat erop staat. Dream of Japan's Hanami Season and celebrate new beginnings with a new, nieuw eau de parfum Rave de Hanami. Het is me nog wel een taaltje. Maar dit is dus een nieuwe eau de parfum in de geur Rave of Rave. Geen idee, de Hanami. Heel erg leuk. Ik ga hem even los sealen zodat ik hem kan gaan ruiken. Maar echt een knaller van een einde. Dit is de parfum. Hopen dat hij lekker ruikt. Dit is dus een nieuwe parfum. Ik ga hem gewoon opsprayen. Oeh, wat zoeter, maar ook weer een beetje fris. Heel leuk. Echt een heel erg leuk einde van deze adventkalender. Ik ga hem weer terugzetten en dan ga ik vertellen wat ik ervan vind van deze adventkalender van Rituals. Nou, wat vind ik nou eigenlijk van deze adventkalender? Eerlijk, het is wel wat prijzig, maar ik vind echt dat je waar krijgt voor je geld. Er zit een parfum in. Fragrance sticks, 100 ml producten. Dus ja, ik vind het zeker de investering waard. Ik snap dat je het misschien niet voor jezelf wil kopen, maar aan de andere kant, je geeft jezelf wel echt een cadeau. Meerdere cadeautjes, want er zitten echt leuke dingen in. Ik vond het ook wel anders dan vorig jaar in die zin. Er zaten natuurlijk wel watzelfde producten in, maar ja, dat verwacht ik ook niet anders. Maar op zich was het ook wel weer net een beetje anders met een parfum, nieuwe geuren, limited editions. Dus dat maakt de kalender wel echt leuk. En eerlijk gezegd, het ziet er ook gewoon echt geweldig uit. Vooral ook in het donker. Dus ja, ik vind het de investering waard en ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind de Rituals Adventkalender elk jaar weer echt een cadeautje. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker de suggesties achter voor welke adventkalender je nog meer zou willen zien qua unboxingen. En dan zie ik jullie gauw weer tot een nieuwe video. Doei doei! It was the night.